We zijn hier bij de bouwcampus in Haringsveld Giessendam en we hebben een samenwerkingsverband opgesteld om gezamenlijk een klein huisje, een tiny house, te ontwikkelen. Een tiny house wat wij willen ontwikkelen is bedoeld voor de verhuur, voor de toerist. Het is een onderwijsproject ook geworden, want we vinden het belangrijk om de studenten ook in de gelegenheid te stellen om een leerervaring op te doen en daadwerkelijk ook met een product aan de gang te gaan die gebruikt gaat worden. De functie binnen dit project is het uitmodelleren van een 3D-woning tot eigen werktekening voor het timmer. Het meest uitdagende aan dit project vond ik wel eigenlijk het uittekenen van deze huisklep uitstijden. Eigenlijk dat alles gewoon precies klopt, want het timmer eigenlijk zo min mogelijk denkwerk beneden in de ogen heeft en gelijk kan doorgaan, zonder eigenlijk mij te hoeven bellen om vragen. Vanochtend was ik aan het kijken welke materialen het best gebruikt kunnen worden voor het project. Zeg maar, de opdrachtgever wil een biobased materiaal hebben. Dus moeten wij kijken wat de oplossingen daarin kunnen zijn. Van dit project vind ik het leukst dat het echt gebeurt. En in dit project vind ik denk het leukst om echt bezig te zijn met bijvoorbeeld een houtleverancier of een kozijnenleverancier. Ja, ik ga zeker een keer kijken bij dit project als het af is. Want het lijkt me wel leuk om iets te zien waar ik echt aan gewerkt heb. Ja, daar ben ik al trots op. Ik ben eerstejaars student van niveau 3 Allround Timmerman. Het is wel leuker om aan een groot project te werken. Daar leer je ook best wel veel van. Dat is ook wel het interessante van een tiny house, dat je er veel van leert en zo. Omdat je al echt bezig bent met een huis bouwen, zeg maar. Nu zijn we bezig met de laatste wand. Het is erg leuk om te merken dat er ook wel een groei in zit in hoe studenten omgaan met ons als opdrachtgever, maar ook met het project. Ik ben wel onder de indruk van de kennis en kunde die hier aanwezig is. Ja. De daadwerkelijke bouw die is ondertussen ook al gestart. De planning is dat die volgend jaar door wordt gezet en dat voor de zomervakantie het huisje ook kan worden opgeleverd en kan worden geplaatst.